Dit item voor Doesburg TV wordt mogelijk gemaakt door autobedrijf Ronald in Dieren. Reparatie en onderhoud voor alle merken. Lida, goeiedag. De tweede serie exposities van de Raaskelder in 2016 zijn jullie aan het inrichten. Ja, we zijn vandaag de expositie nummer 2 aan het inrichten van het jonge talent Eva de Ruig, die we graag een podium willen bieden, jong talent dan. Ja. En van Sophie Beckering en de schilderijen dus en keramiek. Ja, we zijn eigenlijk heel trots dat we het hele jaar bezig zijn om ook jong talent een kans te geven met gevestigd talent en dat het mooi bij elkaar past en dat iedereen ervan kan genieten. Ja, ja. Dit keer schilderijen, keramiek en doeken heb ik begrepen. Waarom is daarvoor die combinatie gekozen? Nou, de eerste expositie was hout en foto's en nu is er dus schilderijen met een paar keramiekstukken en textielkunst. En dan gaan we ook weer verder met andere kunst. En we komen ook nog met gaas en andere dingen en keramiek op de grond waar je op een vogelperspectief overheen kijkt. En prachtige geschilderde tekeningen van Ben Hageman, waar je wat diepte in ziet en wat glas. Dus het is allemaal heel verschillend. Jullie proberen allemaal materialen te verzamelen en daar combinaties van te maken. Precies. Ja, nou, het is wel erg leuk voor degene die komen kijken. En ze kunnen dan met allerlei vormen van kunst kennis maken. En dat vinden wij ook heel belangrijk. Ja. We hopen ook dat er heel veel kinderen komen kijken. En tenminste ouders die met jonge kinderen komen. En ook nog wat andere, wat jeugd. We vinden dat erg belangrijk dat ze zien dat er erg veel kunst is en heel divers. Even terugkomen naar de eerste expositie, die foto's samen met houtwerk, als het me niet vergis. Hoe is dat gelopen? Hoe is het gegaan? Hoeveel mensen hebben de Raaskelder bezocht? Nou, wij vinden het heel mooi. Het was erg koud in die periode. Maar we hebben toch 729 mensen in de kelder gehad en dat is eigenlijk veel. Ja, ja. Ja. Deze expositie gaat aanstaande maandag open. Hè? De tweede Pinksterdag heb ik begrepen. Tot hoe lang is die daar en wanneer is de Raaskelder geopend? Tot en met 19 juni. Loopt deze expositie en de Raaskelder is zoals gewoonlijk open zaterdag en zondag van 1 tot 5 uur. Alleen bij de opening op tweede Pinksterdag, dan is er een opening en daarna vanaf 2:30, 3 uur, dan is die open voor iedereen. Sophie Beckering, exposeren in de Raaskelder, hoe is dat? Ja. Hoe is dat? Ik vind het mooi hangen. Ik heb inmiddels alles wel goed op zijn plek. Moet nog een beetje anders uitgelicht en het is een leuke ruimte. Het is heel apart dat de doeken vrij hangen in de ruimte. Dat geeft een andere, ik vind een andere beleving. Ik vind het wel mooi staan met die oude muren. Is het de eerste keer dat je exposeert? Niet dat ik exposeer, maar wel hier in de Raaskelder. Ja, okay. Ja. Je hebt wel vaker geëxposeerd, begrijp ik. Waar onder andere? Waar heb ik allemaal geëxposeerd? Nou, onlangs nog in Arnhem in de Galerie voor Leuke Mensen en de Dingen die Blijven. Heel verhaal, de titel. Dat was een solo-expositie. En verder heb ik wel vaker duo-exposities gedaan, ook in de regio en in Nijmegen, beurzen gestaan. Dus ik ben wel actief met mijn eigen werk om te laten zien. Ja. En, het zijn niet alleen schilderijen, heb ik begrepen. Je maakt ook een heleboel keramiek. Ja, ik maak ook keramiek. Wat vind je het leukste? Het is anders. Ik vind het allebei leuk. Het is een hele leuke afwisseling. Want schilderijen moet je. Misschien doe ik daar nog wel langer over. Keramiek heb je iets meer ook met een ambachtelijkheid te maken, met glazuren, waarvan je niet weet hoe die kleuren uitvallen. Dat is aldoende leert men, tenminste in mijn geval. Dus dan word je ook nog eens extra verrast als het over uitkomt. Maar ze hebben een verbinding met elkaar, want ik ben misschien helemaal aan het begin van mijn dat ik kunstenaar werd, wel met ruimtelijk werk ook bezig geweest en ben steeds meer gaan schilderen. En met name dus landschap, omdat het ook een ruimtelijk ervaren is. Dus ik zit in een landschap en ik ben heel bewust van die ruimtelijke beleving die je daar hebt. En ook een beetje de verbinding met je geestesgesteldheid die je daar ervaart. Met wandelen erdoorheen. En als ik dan vervolgens het schilderij heb gemaakt, vind ik het een leuke uitdaging om dat driedimensionaal te gaan verbeelden. Dus ik ga soms, zo is het begonnen, echt letterlijk mijn schilderijen nakleien. En dat is een beetje gaan ontwikkelen. Okay. Hey, die landschappen, dat is heel erg kenmerkend natuurlijk voor je schilderijen. Maar schilder je ook nog andere, die portretten en zo en dat soort dingen? Of hou je het puur alleen bij landschappen?
Ik hou het puur alleen maar landschap. Okay, ja, ja, er komen ook geen mensen in voor. Ik vind het lekker dat, dat die schaal, ja, zo gauw er een mens of iets inzet, ja, dan heb je die schaal helemaal helder. En ik vind het, ja, ik hou er meer van dat die mens daar niet bij hoort. Het is wat vergeestelijk misschien. Maar zijn het fantasielandschappen of zijn het landschappen waar je inderdaad ooit een keer doorheen gelopen bent? Ja, het zijn allemaal impressies van waar ik ooit doorheen heb gelopen. Ja. Ik heb ook veel buiten gewerkt, dus ga ik buiten zitten schilderen, tekenen. En dat zijn vaak ook basisherinneringen waarvanuit ik nieuwe schilderijen maak. Maar die landschappen stel ik soms ook echt zelf samen. Van nou, een stukje van die ervaring met een stukje van die ervaring. En dan maak ik daar met perspectief van een eigen landschap weer van. Dus daar ben ik heet het mee aan het puzzelen. En die ervaring is heel belangrijk. Ik moet daar echt contact mee hebben gehad om op atelier verder te kunnen. Je bent professioneel kunstenaar. Kan je heden te dagen nog redelijk wat werk verkopen? Of is het nog steeds last van de crisis? Last van de crisis, dat weet ik niet. Maar het is in ieder geval... mensen kunnen zeker wel vaker wat kopen, denk ik. En je merkt dat mensen het moeilijk vinden om iets zelf te kopen. Misschien omdat het moeilijk is om zelf te bedenken wat je mooi vindt. En het is makkelijker om iets bij IKEA ingelijst te kopen. Zegt men, val je geen builen, maar ik moet zeggen, als mensen iets gekocht hebben van mij, dan hebben ze er gewoon zo lang ook plezier van. Je hebt een uniek ding. Het is echt, dat blijft je leven lang, generaties lang. En dat is de kracht van een goed kunstwerk. Het verveelt dan niet. Dit item voor Doesburg TV wordt mogelijk gemaakt door autobedrijf Ronald in Dieren. Reparatie en onderhoud voor alle merken.